Welkom bij de introductie van de nieuwe BMW iX3. Normaal gesproken doen we het hier bij ons in de showroom, maar vandaag doen we het digitaal in onze boardroom. De nieuwe BMW iX3 is volledig elektrisch, maar ook echt BMW. Mijn gasten kunnen u daar alles over vertellen. Ik stel ze graag aan u voor. Welkom Wido, welkom André. Dankjewel. André, hoe kijk jij tegen deze introductie aan? Het is natuurlijk gewoon een hele belangrijke introductie voor ons. We zijn ooit gestart met de iconische i3 en nu in het X-segment voor een eerst een volledig elektrische auto, de nieuwe iX3. Ja, de iX3 bekijken we eigenlijk aan de hand van vijf kenmerken. Nou Wido, jij kreeg zo krachtig toebedeeld. Is die zo krachtig? Dat is hij. Van huis uit ben ik petrolhead en ik ben best kritisch ten aanzien van het hele elektrische traject, maar dit is echt een goede BMW, heel wendbaar, inderdaad heel krachtig. Hier kan ik goed aan wennen. We gaan naar kijken. Nou Wido, jij hebt ze goed getest die limieten. Ja, dat was leuk. Dat was leuk. hoe krachtig is die? Ja, dat is hij. Waar ik even vooral van onder denk was dat zo'n gewichtige auto zo wendbaar gemaakt is. Het sprong er nog meer echt uit. Wat ik leuk vond is dat ze toch heel voorzichtig is in twee van de drie programma's een klein geluidje hebben ingebracht. Wij van huis uit hebben natuurlijk toch een beetje geluidsbeleving en dat hebben ze heel subtiel gedaan. Ja. Hij is krachtig, maar is ook duurzaam. André, jij bent op duurzaam ingesprongen. Laten we even gaan kijken hoe dat gaat. De BMW iX3 is dus volledig elektrisch, maar er zijn eigenlijk nog meer duurzame elementen. Het heeft ook te maken met de productie. Daar wordt met 100% duurzame energie gewerkt, de schone energie. Maar nog bijzonder is de vooruitgang met de accupakketten. Deze accupakketten worden zelfs tot en met 60% minder kobalt geproduceerd. Dus milieubewust geproduceerd en volledig elektrisch. Wat voel je daarvan in de auto? Ja, dat is eigenlijk heel mooi met deze nieuw ontwikkelde aandrijflijn. En daar hebben we een heel mooi woord voor, dat is recuperatie. Als je met deze auto rijdt en je geeft geen gas, dan komt eigenlijk energie vrij. En die slaat hier op in de accu's. En dat is heel erg efficiënt. En daardoor komt deze auto met een WLTP van bijna 460 kilometer. En is het een zeer schone en efficiënte auto. Dus zo krachtig en duurzaam. Wat denken jullie? Gaat het goed samen? Zeker weten. Het lijkt me een super mooi concept. Nu hebben we merendeel gekeken naar elementen die je voelt. Maar wat is er nu te zien? En waarom is die BMW iX3 zo adembenemend? Ik stel jullie graag voor aan mijn nieuwe gasten, Robert en Guus. Robert, jij kan me alles vertellen over waarom de BMW iX3 nou zo adembenemend is. Klopt, ja, dankjewel dat ik daar wat over mag vertellen. De BMW iX3 is een echte volledig elektrische auto die niets afdoet aan de X-lijn serie van BMW. En daarom volledig past in ons nieuwe modellengamma. Dus een fantastische auto. De BMW iX3 gaat komen in twee uitvoeringen, de Executive Edition en de High Executive Edition. Met de executive uitvoering heb je een heel compleet pakket aan opties, eigenlijk af fabriek al. Waaronder een panoramadak wat erin zit, een 19-inch lichtmetalen velgen, Live Cockpit Professional. Al deze zaken zijn standaard aanwezig. Mocht je nog wat meer wensen of eisen hebben aan je nieuwe BMW, dan kan je ook hem nog upgraden naar een High Executive. En dit pakket omvat volledig lederen bekleding, een Harman Kardon soundsysteem wat daarin zit, zelfs 20-inch lichtmetalen velgen en een overcompleet pakket aan extra's wat je daarmee hebt. Ja, wat het voor de consument heel overzichtelijk maakt. Ja. En als je nu de iX3 in één woord zou moeten omschrijven, Robert, welke woord spat er dan voor jou uit? Eén woord is eigenlijk best lastig, want het is een auto die zich niet in één woord laat vangen. Maar een fantastische auto, een echte BMW. Dat zijn denk ik wel de eerste woorden die bij mij opkomen. Ja. Nou Guus, we zien hier de vijfde generatie van de e-drive technologie. Wat maakt deze iX3 zo efficiënt volgens jou? Het is de combinatie tussen transmissie, elektromotor en aandrijflijn wat hem zo efficiënt maakt. Het feit dat die auto ook een stuk lichter is dan voorheen. En dat zorgt ervoor dat de actieradius gewoon veel groter is geworden. Jij vertegenwoordigt de zakelijke markt hier binnen Karlsbeek. Ja. De afgelopen jaren twijfelden zakelijke rijders toch of ze moesten overstappen naar elektrisch rijden. Is de BMW iX3 volgens jou geschikt? Absoluut. En waarom? Doordat je bijvoorbeeld met 10 minuutjes snelladen al een rijbereik hebt van 100 kilometer. Je hebt steeds meer laadpalen die in Nederland aanwezig zijn. De auto heeft een heel fijn weggedrag, vooral op de snelweg. En natuurlijk het feit dat die auto maar 12% bijtelling heeft. Dat is ook heel aantrekkelijk.
echt geschikt dus voor de zakelijke rijder. Absoluut. Dan zijn we nu aangekomen bij ons allerlaatste thema. Naast krachtig, duurzaam, adembenemend en efficiënt is de BMW iX3 ook heel intelligent. Onze laatste gast, Stephanie, kan hier daar alles over vertellen. Stephanie, fijn dat je er bent. Ja, dankjewel. Jij hebt je verdiept in alle intelligente systemen die de BMW iX3 heeft. Hij heeft nogal wat intelligente features. Ja, dat kun je wel stellen. Ja. Het zijn een hoop. Hallo BMW. Daar ben ik. Navigeer naar Wateringen de Lierseweg 3. Ik heb Wateringen de Lierseweg 3 geselecteerd. We hebben net gekeken naar de Personal Assistant, waardoor je door middel van spraakbediening eigenlijk van alles kan vragen aan je eigen BMW. Daarnaast hebben we ook de My BMW app die je kunt downloaden op je smartphone. Waarmee je bijvoorbeeld ook de auto kan voorverwarmen, zodat je ook in de koude periodes zoals we die nu hebben, lekker in een verwarmde auto kunt stappen. En ik heb gehoord dat je de auto wat makkelijker kan openen tegenwoordig. Ja, klopt. Tegenwoordig kun je zelfs in je smartphone de sleutel toevoegen, de BMW Digital Key. Daarmee kun je door middel van je smartphone de auto openen en ook starten. Het leuke daaraan is dat je de auto ook kan delen met 5 hele goede vrienden. Of met je gezin natuurlijk. En voor de kinderen die je in je gezin hebt, kun je ook een maximum snelheid instellen. Zodat ze nooit meer te hard rijden. Welke optie spreekt jou eigenlijk het meest aan, Dennis? Ik ben zelf wel heel erg fan van de My Digital Key. En vooral omdat in de digitale wereld waarin we tegenwoordig leven, die sleutels vind ik toch wel erg onhandig. Ja. En die telefoon die heb ik toch wel altijd bij me. Dus ik vind het zelf heel fijn om daarmee de auto te openen en te starten. En dan ook wel te delen met mijn gezin eigenlijk wel. Ja. En laten we eens even eerlijk zijn, jij bent best wel technologisch aangelegd. Maar misschien denken de mensen thuis van, dit is aan mij allemaal niet besteed. Hoe gebruiksvriendelijk is het nou? Ik ben van mening dat het erg gebruiksvriendelijk is. Op het moment dat je overweg kunt met een smartphone, lukt het je ook om de My BMW app te gebruiken. En mochten de mensen daar nou toch niet helemaal uitkomen? Dan ben ik altijd bereikbaar voor vragen. Wij maken er iedere dag gebruik van en zijn dus eigenlijk wel specialisten in het gebruiken van de My BMW app. We hebben de antwoorden op alle vragen klaarstaan. Dus, geschikt voor elk niveau dus? Ja, absoluut. Ik wil jullie graag bedanken voor jullie aanwezigheid. Maar ook vooral u thuis voor het bijwonen van deze online introductie. Bent u nu zelf benieuwd geworden naar hoe de BMW iX3 rijdt? Dat kan ik me zomaar voorstellen. Dan kunt u via onderstaande link een proefrit aanvragen. Wie weet komt dan een van mijn collega's bij u thuis, geheel volgens de laatste richtlijnen. Ik hoop u snel te zien bij Calls Week.